Het is nergens in de wet verboden dat er geen vakvereniging mag. Maar er zijn wel in de wet aangegeven wat ze niet mogen doen. Bijvoorbeeld vergaderen in militaire ruimtes, pressiemiddelen gebruiken en dat soort dingen zijn in de wet verboden. De wet verbiedt acties. Oké, okay, want er zijn, en dat zegt de ILO ook. Ja, nee, daarom zeg ik van, kijk, het recht om zich te verenigen is een grondrecht. Maar vandaag de dag zien we dat grondrechten ook niet ultiem zijn, dat je ook dilemma's krijgt. Bijvoorbeeld het recht op vrijheid en het recht op veiligheid. Dat zijn twee dingen bijvoorbeeld die conflicteren soms met elkaar. En dan merk je dat daar waar het groter belang mee gediend is, dat je daarvoor kiest. Ook in dit verband gaat het groter belang gaat voor. En dat is recht op bescherming van de Surinaamse samenleving, van Suriname, van de soevereiniteit. En daarom heeft ILO ook aangegeven dat voor specifieke groepen van personen het niet ultiem is en ongelimiteerd is. Dat er beperkingen kunnen, wettelijke beperkingen kunnen zijn. En dat heeft te maken waar dus echt mensenlevens in het gedrang zijn, als grotere belangen. En militairen zijn een van de groepen waar je beperkingen zou kunnen stellen als werkgever. En dat is ook in de wet opgenomen. Er zijn wel richtlijnen gegeven in de wet, wettelijke richtlijnen. Dus ja, zolang ze daar rekening mee houden, is er geen enkel probleem. Laat me dit zeggen, ik ben voorstander van inspraak en medezeggenschap. Omdat dat heel belangrijk is. Dat is ook bij het overlegorgaan en dat is ook wat bij elke vakorganisatie is. We hebben heel jammer genoeg in dit land een beetje een bittere ervaring met de vakbond bij het Nationaal Leger. Dus die geschiedenis van een vakbond bij het Nationaal Leger, ja, is niet, of laat mensen herinneren met onprettige gevoelens. Dus dat is niet in ons voordeel en niet in het voordeel van militairen. Het achtervolgt het Nationaal Leger alle heel veel jaren, dus dat kunnen we niet wegwissen uit de geschiedenis. En dat wordt mede meegenomen wanneer men een oordeel heeft. Maar ik denk, militairen zijn ook mensen, zijn ook Surinamers, zijn werknemers, zijn arbeiders. En inspraak en medezeggenschap zijn ook belangrijke aspecten, ook in het leger. En ik als minister en leidinggevende zal altijd me inzetten voor de rechtspositie van militairen. En ik heb eerder al gezegd, wanneer militairen rechtens aanspraak maken op iets, dan zal ik mijn uiterste best doen om dat ook waar te maken en dat ze dat ook te geven.